Ja, het wordt alleen maar sterker. Sommige stoten af en sommige niet sterker. Ja, dat is wel grappig. En die hoofdgolf heeft een frequentie van 7,83 hertz. En dat is de naam van het project? En dat is ook de naam van het project. Ja. En dat wordt ook de Schumann-resonantie genoemd. Ooit door een wetenschapper, Schumann, die zei dit bestaat, maar het was nog niet gedetecteerd. En later is het ook gedetecteerd. Oké. Okay. Ik was vanmiddag in de kerk en ik heb daar een half uurtje gezeten. En ik wist al, want we waren gisteravond al even bij je binnengelopen. Toen heb je dit uitgelegd over hoe het werkt. En even de verschillende papieren en filters. En uitgelegd over dat het gaat over frequenties die wij niet kunnen horen. Ja. En dat ze hoorbaar worden door het papier. Nou, ik ben altijd gefascineerd door iets wat er niet is. Zeg maar, nou ja, kunst gaat iets over. Gaat, vind ik, een beetje altijd over dingen die er niet zijn, maar die zichtbaar worden door de kunstenaar. Mm-hmm. Zeg maar de verbeelding. En eigenlijk is het de verbeelding van de muziek. Tenminste, zo noem ik het. En ik zat er een half uurtje en het werd een beetje meditatief. Vanmiddag? Ja. Ja? Ja, dat zal aan mij liggen hoor. Hebben daar de hele dag gezeten. Ja, ik bedoel, maar ik. Ik merk dat ik daar een beetje meditatief van werd. Ja. Niet alleen door de dingen die met de wetenschap dat ik dingen hoor die er niet zijn. En met jullie commentaar erop. En dan ook nog met een aantal teksten. Joop, kom hier even bij. Ja, de teksten, dan moet je bij Joop zijn. Ja, nee, dat weet ik. Maar misschien eerst even de vraag. Ja, dat lijkt me. Ik doe wel even zo. Ja. Over het hoe en jullie kennen elkaar. Oh ja, dat is nog beter. Dan hebben we gewoon een gesprek. Jullie kennen elkaar, denk ik. Wij kennen elkaar. Dat vind ik zo. Wij hebben elkaar leren kennen via Arta. Die zit daar. En Arta en ik zijn al jaren bevriend. En Arta kreeg een relatie met Mels en zo was het. Zo leerde ik Joop kennen. Zo. En dat is nu hoe lang geleden? Dat ik Joop leerde kennen. Nou, zo al 9 jaar geleden. Ja. Zoiets dan. Ja. Okay. En toen vertelde hij wat hij deed. Toen dacht jij van,
Oh, dat kan ik ook. Nee, nou, dat dacht ik niet. Zo snel ging dat allemaal. Nee, maar ik hou van snelheid altijd. Oké, nou, dan krijg je nu kort en snel antwoord. Nee, dat is niet de bedoeling. Vragen zijn kort en snel, de antwoorden mogen. Oh, dan mogen we wel lang zijn. Ik dacht, Mels van Zutphen is een kunstenaar en ik ben geen kunstenaar, dus daar blijf ik vanaf. Maar je geeft wel een soort commentaar op datgene wat hij doet. Mag ik het commentaar noemen? Of? Wat je vanmiddag hebt gehoord? Ja? Nee, dat is meer een samenwerking, omdat Mels... nou, laat ik het zo zeggen. Mels was wat hij net verteld heeft, op een wetenschappelijke manier bezig met zijn kunstvorm. Ja. En het leek hem leuk om een keer te performen met die kunstvorm. En zo hebben we elkaar min of meer uitgedaagd en heb ik hem uitgenodigd voor de kunstdag. En ik ben twee of drie keer naar Rotterdam geweest en in zijn atelier. En toen zijn we eigenlijk wat we vanmiddag deden, dat hebben we daar ook gedaan. En daar begonnen we om 2 uur mee. En dan stopten we non-stop om 5 uur daarmee, ja, bijvoorbeeld. En nou lijkt het wat jullie doen, het lijkt improvisatie. Maar liggen er afspraken aan de grondslag? Hoe werkt dat? Het is in grote zin in improvisatie. Maar we hebben wel een beetje wat dingen afgesproken, ja. Maar het is ook, wat ik zei, het is voor mij voor het eerst dat ik zoiets doe. Dus het is ook een beetje aftasten en kijken. En in het begin dachten we ook, gaan we nou de hele dag spelen? Of gaan we op een bepaald moment? En hoe spreken we dingen samen af? Maar het is improvisatie, maar wel met wat afspraken. Dan, ja, komt toch de vraag, is het bevallen? Ik vond het heel erg leuk, ja. Okay, ja. Zeker. Ja, dezelfde vraag aan jou. Ja, is het bevallen? Het is mij goed bevallen. Ja, ik vind Mels een hele goede muzikant. Want hij luistert heel Dank goed. Dank je wel. En zijn techniek, dus los van die speakers die er zijn, heeft hij ook allerlei modules die hij deels zelf heeft uitgevonden, of in ieder geval de connecties. En dan luistert hij heel goed. Hij neemt mij ook op, hè, mijn stem, en die vervormt hij dan. En dan gaan we daar weer op in. En die komt weer terug. En die komt weer terug, ja. En dat is de ene keer natuurlijk fantastisch. En de andere keer denk je ook, als je staat te spelen, waar moet het heen? Ja, oké. Okay. Nee, maar goed, het is ter plekke ontstaat het. Het is bij scheppende kunst. Ja, ik heb niet de ervaring dat we heel veel afspraken gemaakt hebben. Nee, het is niet, zeker niet heel veel. Het is echt improvisatie. Zeker. Ja. En de ene keer is het ook heel, is heel mooi. En de andere keer schiet het uit de bocht. Ja, het enige wat het vergt van je, is een enorme discipline van de kunst van het weglaten. Ja. Want je, in deze vorm doe je heel gauw te veel. Ja. En mensen ervaren het anders dan jij als muzikant. Want je denkt, nou, ik heb deze noten, die hebben we nu wel genoeg gespeeld. Maar dan begint het eigenlijk pas. Ja. En dat noem jij het meditatieve. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk gebeurt dat dan. En er zijn momenten dat ik denk van, oh, de gitaar mag weg. En de geluiden van wat ik niet weet en zo, die zouden mogen komen. De boodschap is helder. Nee. Ah, nee. Dat is een teerpunt bij hem. We hebben elkaar wel eerder gesproken. We hebben elkaar ooit eerder gesproken, heb ik iets over zijn muziek gezegd. Dus het is heel gevaarlijk wat ik doe. maar ik heb je ook iets anders zien doen. Je was dominee vanmiddag. Ja, dat kan je niet laten. Als daar die kansel is, dan ga je daar op staan. Ja, ze staan in de kerk, dus dan krijg je dat. Ik heb het idee dat je daar iets mee kan doen. En wat je doet, teksten soms via de microfoon. Als je op de preekstoel staat, dan word je zeg maar een bijna een fanatieke dominee. Want dan ga je over de geluiden heen schreeuwen bijna. Ja, ik ben een hele goede dominee. Ja, ik ken dominees die dat altijd zo gedaan hebben. Dus wat dat betreft heb je wel een bepaalde leerschool. Maar sommige teksten vond ik zo prachtig. Ja, dan moet ik nou natuurlijk zeggen welke... Heb je een voorbeeld? Heb je boek mee? Ik heb het van alles door elkaar. Kijk, als Mels mijn stem opneemt, dan werkt een goede one-liner. Ja. Nou, die bedenk ik of zelf, of die haal ik uit bijvoorbeeld het boek van Cornelis Vaandrager uit Rotterdam. Dat leek me leuk, want Mels komt uit Rotterdam. En ik heb ook nog een andere dichtbundel bij me van Leonard Nolens, een Belgische dichter. En dan is er nog Joop Nolles zelf. Dus het is een kruising van een aantal teksten. Ja. Ja. Zou je een voorbeeld willen voordragen?
Oh, ik dacht dat je iets met de gitaar wilde. Ja, maar dit is je verrassende kant. Okay. Die gitaar kennen we. Maar ik wil nog dus even een vraag stellen aan Mel. Ja, zeker. Heb jij ook, behalve dit, als kunstenaar of hoe je het ook noemt, ook nog heel iets anders gedaan? Of ben je echt met het concept van die speakers en die... Oh, dat is wel leuk om even te vertellen eigenlijk, want dit hele gebeuren met elektromagnetische golven. Ik heb 2,5 jaar geleden een soort zelfgekozen residency gedaan en dat was hier in Leens, niet ver vandaan. Ik dacht, ga ergens zitten waar het heel stil is. En ik heb via ad hoc een schoolgebouwtje gevonden en heb daar een groot atelier gehuurd. En op de camping in Leens geslapen. En dan heb ik een aantal werken gemaakt. Die gingen over elektromagnetische golven en het opvangen van elektromagnetische golven. Met radiotelescopen en zelfgemaakte telescopen met draad. Waarmee je geluiden, of ja, zeg maar eigenlijk geluiden uit de ruimte opvangt. En daar is het mee begonnen. Okay. En die speaker die is op een gegeven moment. Dat hele speakerwerk is begonnen met één speaker die je zag bewegen, maar niet hoorde. Dat was eigenlijk het werk. En van daaruit ben ik weer iets meer, wat meer poëtisch gaan maken, zeg maar. Dus zo. Ja. Nu die vraag toch gesteld is, hoe verhoudt dit zich tot andere projecten die je doet? Want ik zag iets op je website iets met motoren. Ik zag iets met. De kosmos, een astronaut in een bak. Kosmos, ja, nou, ja, de kosmos, dat is ook een onderwerp, dat klopt. Ja. Maar hoe het zich verhoudt tot dit werk is dat ik ben pas sinds een aantal jaar bezig met geluid. Dus dat geluid is wel iets nieuws voor mij. Okay. Ik heb veel fotografie, video's gemaakt. De laatste jaren weer een installatie aan het maken en een beetje dat video en fotografie losgelaten, meer objecten en installaties en met geluid. Dus dit is dan, en ik wil al heel lang, ik wil altijd al iets met muziek en ik heb verschillende instrumenten geprobeerd en gespeeld, maar het was wel grappig, want ik kon vroeger, als ik dan een instrument speelde, kon ik niet tegelijkertijd spelen en luisteren naar wat anderen deden. Oh, ja. Dus kijk, okay, ik kon maar één ding tegelijk, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Ja. En nu, en dat duurt dan heel lang voordat je een soort iets vindt, want elke keer was die wensen wel. En nu met deze apparaatjes, met die oscillatoren, met die synthesizer-achtige dingen en opnamespulletjes. Waarbij ik dus ook vooral geluid opneem wat hij zegt en daar, of speelt en daar weer iets nieuws mee maakt. Dus dan moet je heel goed luisteren. Dus maar dat werkt wel heel erg goed. Ja, dat dwingt je tot luisteren. Dat dwingt me tot luisteren, maar dat werkt ook goed op de een of andere manier. Ja. Dus dit is wel een leuke manier voor mij om met muziek of geluidssculptuur om te gaan. Ja, begrijp het. Vergeet ik nog iets te vragen? Ik weet het niet. Misschien wil iemand nog iets weten. Dat kan. Wil iemand nog iets weten? Ik wil nog wel iets weten. Ja. Wat ik wel... waar ik benieuwd naar ben, er stond ook een grijze gieter. En af en toe deden jullie iets in zo'n... net alsof je koffie stond te schenken, zeg maar, in een koffiefilter. Daar leken ze ook eigenlijk wel wat op. Ik was bang dat ze het nat gingen maken. Ik begreep niks van. Ik dacht, wat is het? Al die dingen, ga je papier dat nat maken of zo? Maar. Volgens mij was dat energie van Joop die hij in de speakers schoot. Oké. Okay. Nou, ik vond het sowieso heel fascinerend en vooral ook omdat het die geluiden, zeg maar, die dan eigenlijk onhoorbaar zijn. Mm-hmm. Het was een soort trilling. Ik zat daar op die bank en ik voelde echt heel, ik voelde dat helemaal in mijn lijf. Okay. En het werd echt, het ging maar door, zeg maar. Dus op een gegeven moment dacht ik, het is ook goed om nu even weer naar buiten te gaan. Ja. Maar heb jij dat dan ook, als jij daar zo mee bezig bent? Nou, ik merk wel dat het is niet een vervelende trilling. Dus het is wel iets. Ja, het is er ook, hè. Dus het zal heel, heel. De een zal er waarschijnlijk meer gevoelig voor zijn dan de ander.
Ik heb ooit in een installatie één iemand gehad, een vrouw die zei dat hij helemaal onrustig van werd. Maar verder, de meeste mensen zeggen ook, word je helemaal rustig van. Ja, ja, ja. Klopt. Nou, het is echt fascinerend om het zo te voelen. Terwijl je het dus eigenlijk niet hoort. Nou ja, wel via die filters of maar het papier, maar ja. Ja, ja. Nee, dat klopt, mooi. Maar ja. Oké. Okay. Andere vraag, ja. Oh. Het werk nauwelijks. Wat? Want het werk stond eerst op zichzelf, zonder de muziek erbij. Het werk stond, het is een installatie van mij. Een installatie, ja. En de muziek is erbij gekomen. Vind je, ja. Klopt dat voor je? Of dat voor mij klopt? Ja. Nou, ik vind het heel leuk, omdat ik wil ook iets performatiefs daarmee. En ik kan dat zelf eigenlijk niet. Dus ik vind het heel leuk dat ik dat nu met Joop aan het uitzoeken ben. En het is natuurlijk het is iets anders dan dat je alleen ergens binnenkomt en je ziet dat werk. Ja. Maar we gaan steeds vanuit dat werk, vanuit die ritme en vanuit dat werk gaan we iets maken. En dat is een soort toevoeging. Dus het is een toevoeging, maar blijft dit dan? Of gaat het verder? Of gaat het weer terug? Dat vind ik nog moeilijk te zeggen. Ja. Hij is net begonnen. Ik ben net begonnen. Het is mijn eerste dag dat ik iets performatiefs gedaan heb. Ja. Ja. Dan ben jij te streng, vind ik, hoor. Kijk, voor Joop is gesneden koek natuurlijk. Die staat vaak op het podium en die maakt muziek. En voor mij is het toch... En het is ook wel veilig, want het is natuurlijk... Als ik niks doe, dan is mijn werk er ook nog. Dus het is niet dat er dan niks is. Dus vanuit die veiligheid is het makkelijker om iets te doen, zeg maar. Ja, wat heeft het je Wat heeft het je opgeleverd? Ben je nu moe en voldaan of heb je nieuwe energie? Ik heb energie en ben voldaan. Mooi. Ik wou nog even zeggen van... Meld zei net, voor mij is het gesneden koek, maar dat in deze vorm ook weer niet. Want ik maakte net een beetje flauw grapje over die gitaar. Hoe heet het? Het moeilijke is dat hij mij opneemt, dus zowel qua stem als wat ik met de gitaar inspeel. Dus dat betekent dat het gitaargeluid er op verschillende manieren al is. Dus als ik daar overheen speel of bij inspeel, dan kan dat heel gauw te veel zijn. Dus eigenlijk is het voor mij de taak om bijna niets te doen. En dat is eigenlijk het moeilijkste van... muziek maken of kunst maken of hoe je dat ook noemen wil. Dus dan doe je dus heel gauw te veel. En op het moment dat je dat realiseert, heb je het al gespeeld. En ik zeg, oh, nu was het te veel, maar dan is het al gebeurd. Ja. Dus eigenlijk moet je dienstbaar zijn aan kunst. Nou, en ook heel erg, daar ben ik dan misschien iets meer ervaring in als Mels, dat ik heel erg inzoom om wie er in de zaal zit. Ja. Dus wat voor energie diegene geeft. En daar heb ik mijn antennes altijd wel voor openstaan. En dat, amen. Ja. Dank u wel, dominee Job. Je had het net al even nog over die afspraken die we hadden. Op een gegeven moment hadden we wel een soort afspraak gemaakt van we moeten wat meer naar elkaar kijken. Of ik vooral meer naar Joop kijken. Dat we dan af en toe even rusten. Want je bent snel geneigd inderdaad om te veel te gaan. Dan doet hij wat, ik weet wat hij. En soms is dat heel mooi, want dan wordt het heel heftig. Ja. Het is ook mooi om naar jullie te kijken hoe dat communiceert, zeg maar. Ja. Dat je soms ook zegt van, hey, dit moet met microfoon. En dat je naar hem toe loopt en mondharmonica met microfoon. Nou ja, dat soort dingen. Dat is ook fijn omdat het werk in wording te maar zien. Maar ook de communicatie daarover is ook gewoon... Tegelijkertijd zit ik maar, terwijl ik ernaar kijk, word en een beetje meditatief. En ik ga ook denken, ik probeer het te duiden. Ja. En dan, maar ik kom, het is heel fijn om gewoon te bedenken, dat begint met iets wat er niet is. Daar kan ik altijd niet mee door. En dan? Amen. Ik wou net nog even tot iets zeggen, maar ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Volgende week. Ik ook helemaal weer. Jo, kan je...
verschillende energieën in de zaal heb gezien. Gezien, ja, gevoeld is het meer. Ja, ja. Nou, dat kan heel verschillend zijn. Je zoomt in op iemand. Wij begonnen met één vrouw die binnenkwam om 11:55. En toen hadden we een one-liner gewoon. Iets met uit bed komen. En ja, daar speel je dan voor of zo. En dat gaat de hele dag zo verder. En soms heb je ook... Oh, deze mensen zijn misschien wel gelovig. Kan die tekst wel? Er gaat van alles door je heen. Of, oh, deze mensen vinden het misschien wel te hard. Of, dat kan. En juist de kunst is dat je helemaal niet in het oordeel komt over wat jij doet. Maar dat je gewoon sensitief blijft. Maar dat lukt geen 5 uur. Dat is gewoon zo. Ja. Maar Mels en ik spreken wel dezelfde taal een beetje. Ja. Dat vind ik wel. Ja, en ik even terugkomend ook op de mensen in de zaal. Die zaten allemaal heel erg, ook zitten en aandachtig luisteren. Sommige mensen bleven heel lang zitten. Ja, anderen weer wat minder lang natuurlijk. Maar het was wel een hele geconcentreerde, de hele tijd een geconcentreerde situatie. Dat was wel goed. Ja, we hebben ook zelfs een danser gehad. Ja, oh god, ja. Die ging tussen de speakers door. Was bijna ballet, ja. Maar heel langzaam, hè? Heel langzaam, en heel lang ook, heel lang. Ja. Bewegingen zo door. Wel een kwartier of ja. 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 Nou, er was ook een fotograaf van de krant. Ik dacht, maar zometeen denkt hij dat hij erbij hoort. Maar ik denk dat er in de krant zometeen wel een foto staat van die dansers ook bij die speakers. Ja, wij hebben wel gezegd, wij moeten op de foto. Ja. Bij multimedia kunst kun je dat niet, heb je dat niet meer moeten zeggen. Nee. Dus dansen op datgene wat je niet hoort in de toch is. Ja, yep, heel klopt. Bijzonder. Ik dank je voor het gesprek. Dank je wel. Geesje, van harte welkom. Dank je. Fijn om jou hier te mogen spreken. En het was wel leuk, want ik liep hier naar het dorpshuis toe. En er was een enorme regenboog van boven het dorpshuis, ongeveer richting het huis van Mark en Ali. Ik dacht, dit kan geen toeval zijn. Nee. Al die kleuren. En jij hebt ook iets met kleur, volgens mij. En daar gaan we het ook zeker over hebben. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Hoe is het begonnen, jouw werk? Oh, dat is een moeilijke vraag. Mijn vader tekende voor mij als kind. En dat waren tekeningetjes die ik heel mooi vond. En eigenlijk ben ik zelf ook gaan tekenen. Tot 2000, jaar 2000, dacht ik, ja, tekenen, maar ik wil iets met kleur. En toen ben ik begonnen met kleur. Ja, want je tekende eerst zwart-wit, hè? Ja. Dat las ik op jouw website ook. Ja. En wat bracht jou dat? Ja, weet ik niet wat het mij bracht, nee. Maar ik vond het fijn om te doen, dus het bracht mij plezier. Ja. En een lijn hanteren, vind ik heel fijn. Iets. Met je handen doen, hè, maar ook iets verbeelden. Maar ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Nee. Maar iets maken, sowieso iets maken. Ja. En tekenen is iets wat ik al vroeg heb geleerd en heb gedaan. Ja. Klopt. En het bracht je plezier. En op een gegeven moment werd het meer. Ging je met kleur werken en ook met andere materialen. Mm-hmm. Hoe is dat zo verder gegaan? Ik heb altijd al wel, ook vooral tijdens vakanties en als mensen vroegen van maak een tekening, dat ik dan tekeningetjes maakte. He, dus een beetje reactief van maak iets van voor mijn briefhoofd of voor dat ik een mooi landschapje zag en zeg, oh leuk dat ik hebben en dat die mensen daar iets mee gingen doen. Okay. Dus ik denk, oh ja, leuk, maar kan ik misschien zelf ook iets meer mee gaan doen? En op een gegeven moment wil je je talenten zeg maar iets meer ontwikkelen. Dus toen ben ik op les gegaan gewoon met iemand die aquarelles gaf met kleur. Ja. In de buurt. En dan ga je dat een paar jaar doen. En dan kom je ergens op een kunstmarkt. Denk je, oh, dat vind ik ook heel mooi. Van wie heb jij les? Nou, zo gaat het van het een in het ander. Ja.
een beetje langzaam zelf geleerd. Maar mijn vader die tekende ook heel, maar veel heel andere dingen en ook wel heel abstract. En ja, hele verschillende stijlen had hij, zeg maar. Meer figuratief schilderen, maar ook met lijnen en perspectieven heel minimalistisch, zeg maar. Ja. Dat vond ik zelf ook altijd heel mooi. Ja. Maar hij heeft dat mij nooit, zeg maar, bijgebracht. Of dat, ja, toen was ik ook uit huis en zo, dus dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Maar ja, zo ben ik wel op een gegeven moment met kleur begonnen. En ja, een beetje op gevoel eigenlijk, van het een in het ander. Ja, ja, ja. En je houdt heel erg van landschappen. Ja. En het werk wat je hier in het huis bij Ali en Mark hebt hangen, dat zijn ook voornamelijk landschappen, hè, die ik gezien heb. Ja. Hoe gaat dat? Want je schildert ook vrij intuïtief, dat heb ik gelezen. Het intuïtieve daarin ook belangrijk is. Mm-hmm. Hoe gaat dat als je dan in een mooi landschap bent, bijvoorbeeld IJsland? Hè, zie je dan iets en denk je van hier wil ik iets van schilderen? Of hoe doe je dat? Ja, dat vind ik altijd lastig hoor, om dat soort vragen te beantwoorden. Hoe dat soort processen gaan. Ja. Maar even op dat geluid terugkomen. Hè, van die, hè, het is al druk genoeg op de wereld. Hè, dus dan denk je nou een beetje rust. En het brengt mij rust, tekenen. En daar iets mee doen met de wereld om je heen. Of daar... De prettige beelden die je daarvan hebt. Mm-hmm. Ja, ik heb ooit eens iets gelezen over mens en landschap. Dat de mens is eigenlijk een soort savannedier. Hè? Die het prettig vindt om in een half open landschap te zijn. Oké. Okay. En het beslotenen van de beschutting, maar ook het zicht hebben op... de vlakte, om te zien waar de gevaar is of om te zien dat daar rust is. Ja. Dus ja, dat speelt denk ik ook een beetje mee. Ja, dat idee van nou, hoe leef je in de wereld en hoe kijk je naar de wereld. Ja, ja. En zoals hier hè, in Den Andel en het Hoge Land is ook een leeg weidse landschap. Ben je hier ook vaker geweest om te schilderen? Niet zoveel. Nee? Ja, misschien leuk om te vertellen, maar Ali en Mark heb ik eigenlijk herontmoet. Okay. Tenminste, Ali, die ken ik van vroeger. Staat ook in het filmpje, wat Jos heeft gemaakt. Maar maar onze vaders die kennen elkaar van kind. Okay. En hebben elkaar weer ontmoet. En het bleek dat we allebei wel iets hadden met creativiteit. Dat Ali vroeg van, kom eens een keer bij me langs. En ik was hier aan het fietsen met een vriendin die uit Groningen komt. En ik heb zelf niet echt iets met Groningen, omdat ik er gewoon niet vandaan kom. Maar ik vind lege landschappen wel heel mooi. Ja. Hè? En ik heb wel wat schetsjes gemaakt van het Hoge Land, zeg maar. En daar wil ik wel eens wat meer mee gaan doen. Maar ja, ik was toevallig met mijn dochter in IJsland en denk ik, wauw, dat is toch wel heel mooi. Hmm. En ik was aan het wandelen in Noord-Holland op een vroege ochtend. En dan denk je ook zo'n heel stil, met mooie uitkijk, zo'n rustig landschap. Wauw, dat is toch wel heel mooi. En toen ik hier was en ik kijk uit het raam en dan... Of mooie gebouwen van mensen die hier exposeren. Hè? Dus dat je denkt van, ik snap wel dat hier heel veel kunstenaars wonen. Ja. Die beelden bezig zijn, maar ook op een andere manier bezig zijn. Omdat er is gewoon heel veel ruimte. Dus veel ruimte om iets te creëren, denk ik. Ja, ja. Heel mooi. Hey, ik las op jouw website dat jij ook een tijd in Zuid-Amerika hebt gewoond. Ja. En... ik zat zo na te denken, want die kleuren, je hebt ook heel mooi een sfeer die enkel in kleuren uit te drukken is. Dat is kunst. Mm. Ik moest denken aan Peru en Bolivia heb jij gewoond. Ik heb zelf 9 maanden in Nepal gewoond. Mm. En daar, de kleuren daar, dat was ook zo bijzonder. Mm-hmm. Eigenlijk veel meer dan hier op een bepaalde manier. Mm-hmm. Is dat ook nog iets wat je mee hebt genomen in je werk? Zuid-Amerika? Ja. Ik heb daar wel geschilderd en ook getekend. Toen was ik nog niet heel actief met tekenen en schilderen. Tenminste, niet met schilderen, met kleur. Maar ook hele stille landschappen hebben kleur, hè?
kleurs overal, hè? Ja. En dat vind ik heel mooi, ook om in hele simpele nuances de kleur te kunnen zien. Ja. Dat is gewoon mooi, want dat geeft van alles. En die hele felle dingen, daar heb ik toch iets minder mee. Een vriendin van mij ook, en dan ging ik een muur schilderen, zo saai. maar die is gewoon, zit alles in elkaar. Ja. Maar misschien komt dat nog. Wie weet, het klinkt alsof je wel een heel veelzijdig mens bent. Ja. Hè? Want je houdt van heel veel verschillende dingen. Mm-hmm. Naast ook het schilderen. En, Ik heb hier ook van de Ree die schilderijen gezien. Ja. Ook heel mooi expressief. Met ook veel kleur en mooi penseelgebruik. Ja, wat me ook heel erg aansprak. Maar soms zijn dat ontwikkelingen. Hè? Want dan kom je een beetje van het ene sfeer in het andere. En ook een beetje van waar je dan bent. Want ik denk, als ik meer... waar wij in Peru en Bolivia waren... vooral in Peru was op de hoogvlakte... er was natuurlijk niet heel veel kleur. Maar als je echt in die kleurige gemeenschappen... zoals in Nepal misschien bent... ik vind het fijnste dat je dus... Of tenminste, zo gaat dat dan. Hè, dat je de impressie... dat je daar iets mee wil doen. Ja. En wat het dan ook is eigenlijk. Dus dan zou ik daar net als... Paul Gauguin of zo, die dan naar Tahiti ging, dan ineens van die kleurige schilderijen maken. Nou ja, wie weet. Ja. Oké, nou je bent gisteren aangekomen in Den Andel. Laten we eens eventjes kijken naar het filmpje wat Jos gemaakt heeft. Oké, dan zal ik ze eerst neerzetten. Ja, moet je mij niet vragen. Nee. Prima. Huiskamer als atelier. Ja, leuk. Open atelier, toch? Ja. Ga je dan ook schilderen? Nou, ik heb wel iets meegenomen, maar eigenlijk meer een schetsboekje die ik dan voor als ik op reis ben gebruik. Ik heb nog wel even gedacht hoor, om iets mee te nemen. Weet je, dat is minutieus werk en dan moet je je kop erbij hebben. En als er dan mensen rondlopen, dan wil dat toch niet. Je hebt rust nodig. Ja. Ik heb het puur in aardetinten gehouden. Dus prachtig. Ja, ik heb hem net ingelijst en dat vind ik nog veel mooier. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, hij is heel mooi. Heel mooi geworden. Hier zo die is het. Bijvoorbeeld, dit is een lichtschilderijtje. Die kan een lichte kunnen. Of daar. Of we zetten hem in de gang, op het eind van de gang. Ja, nou ik vind het wel mooi als ze toch een beetje bij elkaar blijven. Ja. Gaat het lukken? I hope so. Ja. Nee, gaat lukken. Ja. Leuk. Hoe vaak heb je dit al gedaan? Exposeren? Ja. Nou, ik denk 10 keer. Oké. Okay. Of dus... zeg maar 11 keer, dus dit de 12e. Is het spannend? Ja, altijd is het een beetje spannend. Oh, okay. Ja. Okay. Ja. Okay. Maar een gezonde spanning, hè? Dat is leuk. Leuk vooral. Ja. Ja. Maar vooral leuk om met Ali te doen. Want Ali en ik die kennen elkaar van heel vroeger. Oh. Onze vaders waren bevriend. Van jeugdvrienden, hè? Uit Scherpenzeel, uit Friesland. Dus ik vond het heel leuk dat Ali vroeg om hier gastexposant te zijn. Ja, leuk hoor. Dus vooral quality time. We gaan er wat leuks van maken. Ja, ja. Nou, en ik vind het ook wel een eer. Hè? Den Andel is ook niet niks natuurlijk. Zo is dat. Geweldig.
Dus je 12e expositie. En wat is je eerste indruk vandaag? Leuk. Ja? Ja. Hartstikke goed. Ja. Fijn. Ja. Nou, en ik was wel benieuwd. Wat wordt jouw volgende reis? Oh, je bedoelt? Nou ja, het is zo van... Het kwam ook even weer in het filmpje naar voren van mijn reis. En ik dacht, nou, misschien heb je al wel weer een andere reis voor de boeg. Niet speciaal. Nee. 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 We hebben een heel eind gefietst van Rome naar Nederland. Wauw. En de volgende reis is misschien Bretagne. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus daar eens kijken. Ja. Mooi. Je geeft ook les en of workshops. Groningen. Of Groningen, dat kan ook. Ja, ja. En daar was ik nog even benieuwd naar. Je geeft les en workshops. Hoe lang doe je dat al? Ja, eigenlijk nog maar kort. Drie okay. jaar nu. Ja. Ja, dat we met de workshop begonnen. En ja, mensen ook via mijn werk, zeg maar, vroegen van, kun je eens een keer wat lesgeven? Ja. Ik heb zelf heel veel les gehad. En nou, maar eens proberen. Maar ik wist ook niet of ik het leuk zou vinden. Mm-hmm. En ik had het net met met jou over. ik ben even je naam kwijt. Maar het is, ik vind het leuker dan ik dacht. Okay. Omdat je toch bezig bent met schilderijen, met schilderen, met het ambacht. Maar, hè? Nou, met de onderwerpen en ook wat mensen ervan, hoe dat werkt. Je ziet gewoon dingen verschijnen en denk je, oh ja, zo gaat dat. Ja. Dus je leert daar zelf ook weer heel veel van. Ja. Ja. Dat is boeiend. Ja, ja. Dat en geloof ook leuk ik. Met mensen werken. Ja. Ja. Nou, en je kan tot slot ook nog in opdracht voor mensen iets maken. Las ik in jouw folder. Ja. Ja. Ja, wat heb je zo al gemaakt? Portretten, landschappen. Nou ja, eigenlijk wat ik doe. Verschillende. Ja. Landschappen een paar, mensen die ergens op vakantie waren en mooi iets van wilden maken. Maar ook veel portretten wel. Okay. Net ook een mevrouw die wilde graag van haar tweeling kleinkinderen iets. Hmm. Nou, misschien dat wat gaat worden. Ja. Ja. Spannend. Ook om dan, nou ja, dat zo heel goed, dat dan zeg maar lijkt. Ook echt zo lijkt. Ja. 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 Mooi, ja. Prachtig. Is er nog iets waarvan je zegt, dat wil ik heel graag nog noemen hier? Omdat dat leuk is, interessant is voor de luisteraars. Nou, kom vooral kijken. Ja, zeker. Aan de Oude Dijk, in het huis bij Mark en Ali. Ja, en het mooie werk van Ali, die is druk geweest met heel veel nieuwe mooie dingen maken. Ja. Dus dat is ook heel leuk. Zo een loop door jullie huis en alles wat je daar dan weer in tegenkomt. Ja. Heel erg bedankt. Nou, jij bedankt. Ja, oké. Dankjewel. Dit was de eerste talkshow. En volgende week, zaterdag, hebben we er weer een. Exact over een week. En morgen, jawel, dan is hier om 1 uur en om 2 uur de film Eter te zien van Jos over kunstenaar Eddy Roos en de Beeldentuin in Verhildersum. Dus als jullie die nog niet hebben gezien, kom vooral kijken. Het is een mooie film. Oké. Een fijne avond, drink nog wat, eet nog wat, het kan hier allemaal. Veel plezier dit weekend in Den Andel en... graag tot volgende week.